De leiding van Chemiepak hoeft niet de cel in, maar de drie mannen krijgen een taakstraf van de rechtbank in Breda. Justitie verdacht hen van opzettelijke brandstichting bij Chemiepak op 5 januari 2011. Maar de rechter sprak hen daar vanmorgen van vrij. Wel werden ze veroordeeld voor het overtreden van de vergunningsvoorschriften. Het Openbaar Ministerie had eerder celstraffen tot 4 jaar geëist. Het OM liet dan ook meteen weten in hoger beroep te gaan. En voor de rechtbank in Breda staat onze verslaggever Erik Peters. Ja, Erik, dit lijkt me een zeer verrassende uitspraak. Nou, in ieder geval een verrassende uitspraak voor justitie. Hè. Hoog ingezet, 4, 3 en 2 jaar cel en uiteindelijk blijven er dan taakstraffen over. Ja, volgens de rechter komt dat omdat er bij deze hele grote milieuramp geen doden zijn gevallen. Bijvoorbeeld zoals destijds in Enschede bij de vuurwerkramp. Ja, die vergelijking maakte de rechter. Daar zijn toen destijds 23 doden gevallen. Ja, je kunt zeggen wat je wilt, maar dat is in dit geval niet gebeurd. En ja, daarom zijn die straffen ook fors lager. Ja, ze krijgen nog wel natuurlijk een boete nog, hè, van 4 ton, dat bedrijf. Maar dus geen cel. Hoe reageren de directeuren daarop? Ja, de directeur was in ieder geval blij dat hij niet langer wordt beschuldigd van opzettelijke brandstichting. Daarvan is hij vrijgesproken. De rechter zegt ja, dat kan niet, want hij was op het moment van de brand was hij niet eens in Moerdijk aanwezig. Hij was toen op vakantie in Oostenrijk. Ja, waar ze minder blij over zijn, dat is over het feit dat er toch milieuovertredingen geconstateerd zijn. En dat zit hem toch niet lekker, Gerard Spiering. En dat merk je ook toen hij zijn reactie gaf na afloop. Met wat gemengde gevoelens kennis genomen van het vonnis, wat ik zojuist gehoord heb. Het zwaarste, opzettelijke brandstichting, is volledig van tafel. Wat minder prettig klonk, is natuurlijk de milieuovertredingen, welke wel aangerekend worden. Verder de strafeis van 4 jaar waar niks van overgebleven is, dus geen celstraf, dat voelt heel goed. En verder zal nadere bestudering van het vonnis moeten uitwijzen wat er nou precies ingestaan heeft. En wat onze volgstappen zullen zijn. Ja, toch een soort van opluchting dan hebben. Spiering, de directeur, het Openbaar Ministerie is minder blij. Dat zei je eerder al. Ja, het Openbaar Ministerie wil natuurlijk meer. Hè? Want ze zeiden al van, we willen eigenlijk dat deze directie gewoon de cel ingaat. Ze zeggen van ja, taakstraffen, dat is in dit geval veel te licht. Er moeten echt celstraffen volgen. En dat was ook de reden waarom het Openbaar Ministerie meteen al dat de rechter de uitspraak heeft gedaan, naar buiten kwam en zei van, dit hier gaan we niet meer akkoord. Wij gaan in hoger beroep. En wij zijn heel blij dat de rechtbank onze visie deelt dat de feitelijk leidinggevenden van Chemiepak verantwoordelijk zijn voor het overtreden van alle vergunningvoorwaarden en voor de brand. Maar inderdaad, waar wij tot het oordeel komen dat daarvoor gevangenisstraffen op zijn plaats zijn, is de rechtbank tot een ander oordeel gekomen. En wij zullen daarvan in hoger beroep gaan. Ja, Mirjam Mol was dat van het Openbaar Ministerie. Erik Peters vanuit Breda, dank voor jouw bijdrage.